In dit huis, aan de rand van het woud van Pialuitsa, woont Marysia met haar ouders. Cześć, jestem Marysia. Mieszkam w Puszczy Białowieskiej na granicy Polski z Białorusią. Lubię chodzić po lesie, czytać książki oraz zajmować się zwierzątami. Zapraszam do obejrzenia tego, co zazwyczaj robię. Het is het laatste oerbos in dit deel van de wereld. Biologen en milieuactivisten doen er alles aan om dit bijzondere woud te beschermen. Maar de regering, houthandelaren en Poolse boswachters vinden dat er ook geld aan de bomen verdiend mag worden. De regering vindt dat de mens de baas is over de natuur. Ze zijn voor tradities en vinden het belangrijk dat de families die al generaties lang geld verdienen aan houtkap, dit werk kunnen blijven doen. Czuję się jednocześnie dumna i szczęśliwa, że takie drzewo istnieje. W ogóle cieszę się z tego, że w ogóle jest, że zostało wycięte. Ja uważam, że większe drzewa także powinny zostać tak jak są, żeby były historią. Czuję się bezpiecznie i dobrze. Las jest wielki i jeszcze się mała, ale jednocześnie otoczona tym wszystkim. I dzięki temu właśnie czuję to bezpieczeństwo, które te drzewa mi zapewniają. In het bos leven bijzondere diersoorten, zoals edelherten, reeën, wilde zwijnen, bisons en wolven. Ook komen er heel zeldzame korstmossen en paddenstoelen voor. Hoe leven alle dieren eigenlijk met elkaar samen? En wat voor invloed heeft dat op het bos? Marysia gaat het uitzoeken. Ze ontmoet de Nederlandse professor Dries van het Zoogdierenonderzoekcentrum in het stadje Białowieża. Cześć, Marysia. A na czym polega ta praca? Ik werk of ik doe onderzoek, wetenschappelijk onderzoek, aan het effect dat de wolven hebben op ecosystemen. Een ecosysteem is een moeilijk woord voor het hele natuurgebied wat je hier hebt. Dus ik probeer te snappen hoe wolven effecten hebben en het bos hier vormgeven. Goeie vraag, want ik kom uit Nederland en in Nederland heb je natuurlijk ook bossen, maar je hebt niet zo'n bijzondere bos als hier in Białowieża. Hier heb je een heel compleet bos met allemaal soorten erin, bizons, herten en weet ik veel wat. En hier kun je echt onderzoeken wat de wolf doet en wat voor effect die heeft. Proszę, teraz jedziemy do rezerwat pokazowy i pogadamy jeszcze więcej. Tak, to jest dobry pomysł. In het wildpark, waar Dries en Marysia nu naartoe gaan, kun je alle dieren die in het oerbos leven van dichtbij bekijken. Chciałabym zapytać, jak moje badania pokazują, co się dzieje z wilkami. Nou, dat is dit wel een mooi plekje hier bij de wolven waar we staan. We doen heel veel werk door met deze dingen, cameravallen. Die zetten we in het bos neer en dan kan je heel mooi zien wat er gebeurt en waar dieren rondlopen. En dat onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat op plekken waar wolven heel vaak voorkomen, daar heb je veel minder van hun belangrijkste prooidier, edelherten, rondlopen. Omdat ze een beetje bang zijn voor de wolven. Nou, in Nederland heb je nu sinds kort ook een paar wolven die daar leven, op de Veluwe, in het midden van Nederland. En daar zie je dat mensen weer opnieuw moeten leren om met wolven samen te leven. Hier in Polen zijn mensen er lang gewend, die wonen al eeuwenlang samen met wolven. Maar in Nederland zie je dat mensen er weer opnieuw een beetje aan moeten wennen. To jak pływają wilki na żubr i jak to się odciska na lesie? Nou, het interessante is dat de wolf, die heeft eigenlijk heel weinig effect op de bizon. Een bizon is een hele grote beest. Niet als je dit ziet, dat is een koe, maar dat een stukje verder ligt een stier. En die kunnen wel 900 kilogram worden, dus dat zijn hele zware dieren. Dus eigenlijk zijn die helemaal niet zo bang voor wolven. Dus die hebben bijna geen effect op het gedrag van bizons. Maar die herten die daar lopen, of die nou mooi zitten roepen, die zijn echt bang voor wolven. Op plekken waar die wolven vaak komen, zie je dat die herten veel minder komen. En daardoor zie je dat op die plek het bos juist begint te groeien. A jak to jeszcze, jak polowa, to, że wilki polują na jelenie, wpływa także na las? Ja, dus die wolven die zorgen ervoor dat je aan de ene kant wat minder herten hebt, omdat ze die aanvallen. En aan de andere kant heb je ook dat ze zorgen voor een ander gedrag. Herten die proberen die plekken waar die wolven heel vaak komen te mijden. En omdat die herten minder op die plekken komen, wordt er ook minder gevreten aan de bomen. En daardoor kunnen bomen veel beter groeien op plekken waar wolven veel voorkomen. Dus die wolf heeft een effect op hoe het bos groeit. Hey, zobacz, Marysia, na ten duży bik, który chodzi tam. Widzicie tam? Widzę. To co,
są bardzo wysoko, nie? Bo prawie mają 2 metry wysokości, ale są bardzo szczupłe i dlatego mogą przechodzić przez lesie. Lesie bardzo łatwo. Czy to normalne, że te drzewa są takie suche? Nou, niet helemaal. Dat is de effect van de kornik, de letterzetter. Dat zijn een soort hele kleine kevertjes en die vallen die sparren aan en daardoor gaan die sparren op een gegeven moment dood. We hebben net zitten te praten over het effect dat de wolven en de edelhert hebben op het bos, maar die letterzetters, die kevertjes, die doen er eigenlijk nog veel meer. Die hebben een enorme impact op het hele bos. Bosbouwers willen niet dat de bomen doodgaan door de kevertjes. Dood hout levert hen minder of zelfs helemaal geen geld op. Dries vindt juist dat de diertjes hun gang moeten gaan. Stervende bomen is een natuurlijk proces waar de mens volgens hem niet in moet ingrijpen. En die bijzondere paddenstoelen in het oerbos, die komen hier alleen maar voor omdat er zoveel dood hout is. Marisha vindt het vooral belangrijk dat het bos blijft zoals het is. Niet alleen voor haar om in te wandelen, maar voor alle dieren die er leven.